De organisatie Maron Vrouwen Netwerk heeft zaterdag een schenking van levensmiddelen gedaan aan het kinderhuis Elim van de Heer. Het kinderhuis is in aanmerking gekomen voor de schenking via een project dat ook in Nigeria wordt uitgevoerd door de organisatie Doreen Alinda Ministries. Marta Apai, lid van het Maron Vrouwen Netwerk, deed namens de organisatie de overhandiging van de levensmiddelen. Directeur Muni Iraj Singh van het kinderhuis zei dat de schenking een groot gebaar van de organisatie is. Alle beetjes helpen, het betekent erg veel. Om een klein gezin van 3 of 4 kinderen, het is al moeilijk te draaien en te voorzien lasten en te huis met 25 en meer kinderen. En nogmaals, zijn kinderen van alle afkomst en toestand. Je hebt wezen, half wezen voor haarloze kinderen, maar ook kinderen met de spierziekte van Duchenne, waarin ik gespecialiseerd ben. Jullie geschenkt, misschien in New York, het lijkt klein of maar 2 doosjes, maar voor ons het betekent heel veel. Het betekent dat mensen van verschillende plaatsen, verschillende achtergronden denken aan ons. En 2, het laat ons ook goed voelen. Het is een bemoediging om waar we bezig zijn. Toch er is een stuk waardering en een stuk begrip waar we bezig zijn. Raj Singh zegt verder dat het in deze tijd zeer moeilijk is om het kinderhuis draaiende te houden. Zijn wens is dat vele organisaties soortgelijke initiatieven overnemen om te doneren aan mensen in nood in deze moeilijke tijd. Zulke gebaren geven volgens de directeur ook een bijzonder gevoel van bemoediging, welke nodig is om sociaal werk voort te zetten.